Nou, uiteindelijk aangekomen bij de Gardens. Ze hadden wel heel futuristische dingen die erin staan. Een soort proberen een boom eigenlijk. Je kunt er nog via een treetop walk kun je daar tussendoor lopen. Maar ik denk dat ik dat maar even skip. Het is erg warm. En ik ben eigenlijk wel aan het drinken toe. En ook eigenlijk wel aan het ontbijt. Maar ja, het is al 12:30. Dus het is een beetje laat. Maar goed. Maar in ieder geval wat drinken. En het is een... het is leuk om zo even heel vlug... even in... Singapore te zijn. Dus... ben ik ook een keer geweest. En ik heb een stempel. En het is warm. En ik betrek koffie. Zo, nou, daar zijn we dan. Ik ben nu op dit moment in het Ambassador Transit Hotel op het vliegveld Changi van Singapore. Na een zeer voorspoedige vlucht heb ik even een powernap gedaan in het hotel, in een hotelkamer. En nu ga ik kijken of ik een bustour kan regelen, want dat zit bij mijn ticket. Dus ik ga Singapore in. Ik heb nog wel even de tijd. Straks om 5:50 dan vlieg ik weer uit, om het zo maar even te zeggen. Dus tot die tijd heb ik nog even de tijd. Dus ik ga nu op weg om te kijken of ik zo'n bustour kan regelen. Ik ben heel benieuwd, want Singapore lijkt me fantastisch om te zien. Nou, nu dus in het gebouw van Marina Bay. Het is wel, het is veel, zeg maar. Beetje ook wel too much. Het is groot. Het is super modern en strak. Je ziet het. Ik ben nu op weg naar de Gardens. Dat is door de deuren achter mij. En ik ben onderweg. Ik ben er bijna. Het is echt wel een surrealistisch beeld eigenlijk, dit geheel, deze gardens. Die kunstmatige bomen. Ik begrijp dat ze 's avonds heel mooi verlicht zijn. Goed, mijn Singapore avontuurtje zit er weer op. Het was een beetje kort, het was een power visit, zeg maar. Maar het was prima om Marina Bay een keer te zien en de gardens te zien. Dus dat was leuk. Ik ga nu wel weer terug naar de terminals. En dan, dan ga ik me opmaken voor de vlucht naar Christchurch. Dus, op naar Christchurch.